Remasters. Hou je ervan of hou je er niet van? Het maakt ons eigenlijk geen barst uit, want we gaan het erover hebben. Jeffrey vroeg zich af, welke game wil jij geremasterd hebben? En toen zaten wij op de redactie zo van, goede vraag, goede vraag. En daarom nemen we mee in ons item Goeie Vraag, waarin je ons wekelijkse vraag kan stellen. Die gaan wij dan met de hele redactie beantwoorden. Dus Jeffrey, bedankt voor je vraag. Hier komen de antwoorden op de vraag. Welke game zou jij geremasterd willen zijn? Het makkelijke antwoord zou zijn om Star Wars Knights of the Old Republic, de beste game ooit gemaakt in de geschiedenis van het universum, te willen laten remasteren. Maar laat het nou zijn dat het een van de games is die als soort van laatste een Steam update kreeg voor zo'n oude game, echt 10 jaar na dato of zo, waardoor die game gewoon via Steam nu best wel mooi te spelen is. Het draait gewoon allemaal prima, het is gewoon ge-upgrade naar het huidige systeem, bla bla. Dus dat is eigenlijk al gebeurd, dus de antwoord kan ik dus niet geven. Dus waarom zou je dat dan zeggen? Nou ja, goed, omdat ik jullie even op wil wijzen dat Knights of the Old Republic gewoon de beste game is uit het geschiedenis van het universum. Gaat het downloaden, gaat het spelen, je bent awesome. Maar de game die echt ook een remaster verdient, is een van de leukste platformers die ik ooit heb gespeeld. En dat is Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 was eigenlijk het beste van Banjo-Kazooie meets Super Mario 64. Het was een ongelooflijk leuk spel met 5 verschillende personages, waardoor het ook nog eens heel erg afwisselend was. En die game is voor de Nintendo 64 verschenen. En als games voor de Nintendo 64 verschijnen, dan blijven ze vaak heel oud. En dat is die game dus ook. En als ze die game nou gewoon... Het hoeft niet heel veel mooier, maar gewoon dat het niet meer zo blurry is. En vroeger had je dat op de Nintendo 64 heel erg, dat die platforms werden allemaal heel erg blurry gemaakt. En dat was toen prima, want je had je fantasie of zo. En dan kan je dus nu niet meer spelen. Maar als ze dat dan zouden weggaan, dan maakt het gewoon iets strakker. Gewoon eventjes 1080p, de Switch kan niet eens. Hup, Donkey Kong 64 wel. En dan ben ik echt heel erg een blij man. Dus Donkey Kong 64. Jeffrey, wat een ontzettend leuke vraag. Nee, echt. Ik ben namelijk niet zo'n voorstander van remasters. Ik ben meer van de reboot. Dat vind ik dan interessanter. Ik vind een remaster... Ja, soms is het ook een beetje simpel. Dat ze dan zeggen van... gooi het even in een nieuwe engine. Of we updaten de engine, even patch. En huppatee, je kunt hem weer uitgeven voor €60. Dus remaster is een beetje... soort van de ene keer zeg ik ja, de andere keer zeg ik nee. Het ligt er een beetje aan hoe oud de titel is. Dus daarom had ik ook zoiets van... ik wil voor een klassiekertje gaan. En toen dacht ik meteen aan Fable The Lost Chapters. En toen dacht ik daarna meteen aan, nee, wacht, die had al een keer een remaster en die was echt kutje, Bef. De Fable Anniversary Collection was toen de game 10 jaar uitkwam. Toen releaseden ze hem weer op Xbox 360, maar ze hadden zoiets fout gedaan met proberen cartoony oude graphics, soort van realistisch HD te maken. En dat zorgde ervoor dat je zeg maar kinderlijke lichamen had met hele volwassen gezichten erop. En het was gewoon nightmare fuel. Sowieso die game draaide ook voor geen ene kut op de 360. En de laadtijden waren veel te lang. Dus oké, maar dat kan ik dan niet meer zeggen als remaster. Want daar is er al één geweest. En die was gewoon ja, hevig teleurstellend zou je kunnen zeggen. Maar goed, dan is er een andere titel van ik denk van die zou ik dan wel een keer geremasterd willen zien. Dus wederom, dat is nog een oudere titel eigenlijk. En ik denk niet dat veel mensen hem kennen. Maar ik ben heel erg voor een remaster. Liefst op de Switch. Van 1080 Avalanche. 1080 Avalanche was dé snowboard game van Nintendo zelf. En eigenlijk is Avalanche het laatste deel daarin. Is nooit meer verschenen. Weet je, daarvoor had je nog wel 1080 snowboarding. Avalanche was nieuw, was toen op de GameCube. Super vette snowboard game. Echt ontzettend gaaf. Een van de titels waardoor ik zelf ook ben gaan snowboarden. Waar ik nog steeds heel veel plezier in heb. Nee, 1080 Avalanche, het is nu niet echt meer speelbaar op een GameCube. Want weet je, het is SD en het loopt allemaal niet zo lekker. Dus... gooi daar even een patch overheen en breng hem uit op de Nintendo Switch. Zodat je ook gewoon on the go, gewoon super relaxed kan snowboarden. En gewoon fucking kan racen tegen lawines. Ik ben voor, dus remaster die dan maar. 1080 Avalanche, make it happen. Waar ik een remaster van wil zien? Ja, eigenlijk ben ik een beetje tegen remasters tegenwoordig. Omdat echt ontiegelijk veel oude games kun je tegenwoordig weer spelen. Dan heb ik zoiets van, ja, maar ontwikkelaar, maak gewoon een nieuwe game. Maar als ik er toch eentje moet noemen, is het gewoon een van de Tony Hawk's Pro Skater games. Ik las onlangs een artikel over muziek in games en wat voor invloed dat heeft op de industrie en sowieso ook de muziekindustrie. En natuurlijk is bijvoorbeeld GTA heel erg van de muziek, maar ook Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skater games, ja, dan leerde je vroeger gewoon de punkmuziek kennen, de kaardenrock, ja, echt een beetje de skate scene muziek. En dat zou ik eigenlijk gewoon weer willen beleven. En sowieso is natuurlijk Tony Hawk's Pro Skater fucking awesome. En ik denk dan het liefst Pro Skater 3. Ja, het probleem van de remaster is natuurlijk, hij mag niet echt aangepast worden. Hij wordt gewoon weer speelbaar gemaakt voor de huidige systemen. Dus waarschijnlijk is de gameplay best wel crappy of zo. Maar toch, ik wil gewoon weer keihard kunnen skaten met kaartenmuziek. En kaart om de bek gaan. En, ja, dat lijkt me gewoon vet. Bring it on. Toen deze vraag gesteld werd, dacht ik wel gelijk, oeh, ik weet games. En toen dacht ik,
aan de andere kant van, maar zijn er eigenlijk niet betere die dan wel eigenlijk geremasterd moeten worden? Dacht ik, nee, fuck it. Ik wil eigenlijk gewoon dat Fable terugkomt. Gewoon nummer 1. Gewoon basic, terug daarheen. Ik vond hem zo tof. Feitje, het is de eerste game die ik werkelijk van voor naar achter binnen 2 dagen heb uitgespeeld. En heel stiekem, voor nostalgische redenen, The Sims 1. En niet, wil ik niet in de comments zien, The Sims 4 is toch, nee dat is het niet. Ik wil gewoon The Sims 1 weer met de kerkhofjes en de groen, weet ik veel wat, hoe ze allemaal heten. Dat je bijna niks kon en van 3 keer tongen kreeg je een baby. Ik wil dat gewoon weer terug hebben. Dus Fable 1 en The Sims 1, gewoon back to basics. Ja, dat wil ik remaster zien. Welke game moet van mij een remake krijgen, of eigenlijk een remaster? Ik heb al lang over nagedacht over deze stelling, want er zijn heel veel games die ik vroeger ontzettend veel gespeeld heb. Maar er is er eigenlijk eentje waarvan ik denk van, oh, wat zou het fijn zijn als ik die game ooit gespeeld zou hebben met de huidige technologie, waarbij die niet vastloopt of waarbij je niet op een gegeven moment dat je het in elkaar bent en dat het net een climax aan het worden is en dat het dan zegt van, helaas, te veel units, je kan niet verder. Ik heb het dan over Red Alert. Dat was een van de eerste games waar ik vroeger ontzettend veel gespeeld heb, vooral met mijn broertjes, heel veel tegen elkaar. Maar het probleem was altijd dat als we dan bezig waren, op een gegeven moment had je te veel units. En dan kon je computer het niet aan of je internet niet, weet ik veel, je inbelverbinding. En dan stopte hij er gewoon mee. Dan was het klaar. Einde oefening, dan bevroor hij en dan hield het er mee op. Nou, als recentelijk is StarCraft geremasterd, daar moest ik eigenlijk een beetje aan denken. En dat is eigenlijk een heel groot succes geworden. Dus ik hoop dat oude RTS-games zoals Red Alert, dat die het ook nog een keer gaan doen. Dus fingers crossed. Zodoende, daar heb je het. Remasters. Vind je ze leuk, vind je ze niet leuk? Laat het ons weten. En natuurlijk, we zijn benieuwd of jij ook een leuke game hebt die je graag in de remaster zou willen zien. Of juist niet. Vertel ons waarom. Neem het allemaal mee in de discussie. Is wel zo gezellig. Dat doen we hieronder immers altijd in de reacties. En natuurlijk, vergeet niet, we zoeken voor volgende week weer een nieuwe goede vraag om te beantwoorden. Dus heb je een leuke vraag? Iets creatiefs? Iets over games? Iets over ons werk? Iets over jou? Iets over technologie? Maakt mij het uit. Stel het hieronder. En wie weet zit jouw vraag volgende week in de beantwoordsessie in goede vraag. Dat was het voor deze week. Tot snel. Like de video als je op YouTube zit, maar doe het vooral eigenlijk gewoon op GamersNet. Veel leuker.